Wat wij in ons vaatchirurgcentrum bieden is heel veel capaciteit, is heel veel mogelijkheden. Wat wij vragen is eerlijkheid, ambitie, gedrevenheid. En als jij deze kant op komt, dan krijg je dat dubbel en dwars terugbetaald. Ofwel via je operaties, ofwel via je ondersteuning in je wetenschap, ofwel via een van de andere aspecten die we hier meer dan in overvloed hebben. Als differentiant kan ik eigenlijk alle aspecten van de vaatchirurgie die er zijn in dit ziekenhuis bedrijven. Dat wil zeggen dat ik simpele dingen zoals patiëntencontact op de poli doe, nieuwe patiënten zie, controlepatiënten zie, operaties doe uiteraard. Wij doen binnen de vaatchirurgie bijna alle operaties die er zijn. Dat wil zeggen de standaard bypassoperatie, toegangschirurgie voor dialysepatiënten. Wij doen endovasculaire procedures. En daarnaast werken wij heel nauw samen met de afdeling radiologie. En dat betekent dat ik met de radiologen samen ook de interventies mag doen. Wat wij ongelooflijk belangrijk vinden is dat je als toekomstige vaatchirurg goed aan de bak komt. Dus beslagen ten ijs komt, zodat als je later groot en sterk bent en zelf vaatchirurgie moet gaan bedrijven, gewoon de dingen die je wil en kunt doen ook daadwerkelijk met vertrouwen kunt doen. En daar geven we je de tools voor. Er zijn hele korte lijntjes met eenvoudige overlegmomenten waar je nooit gek hoeft te voelen omdat mensen jou niet vertrouwen of dat ze vinden dat je iets niet weet. Ze staan open voor alles. Daar komt bij dat je heel snel zelfstandig wordt gelaten en ook heel snel ingrepen mag doen en zelf gaan doen. Ook als dat betekent dat de chirurg een uur langer blijft omdat het langzamer gaat uiteraard als de assistent het doet, vinden ze allemaal geen probleem. En je merkt gewoon zelf dat je leercurve dan enorm snel verloopt.